So I call back down and I say, how you spell freedom? LGBTQ. Did you already see it? Got the chance, cause you must. Come on! Pride Photo heeft een fototentoonstelling georganiseerd met foto's van de LHBTQ-gemeenschap van over de hele wereld. En die fototentoonstelling is buiten te zien, hier, naast de A-kerk. How you spell freedom? LGBTQ. Can you already see it? Got the chance for you must. Time will see better eyes close. Kijk, wauw. Dit is de eerste en er zijn er nog 20. Heel veel plezier en geniet ervan en laat je inspireren wat mij betreft. Dank jullie wel. Dank jullie wel. De Pride Photo tentoonstelling die is samengesteld uit ruim 2500 inzendingen die we hebben binnengekregen voor de Pride Photo Award. En dat is een jaarlijkse fotowedstrijd internationaal over LHBTIQ+ fotografie. Eigenlijk noodgedwongen zijn we dit jaar van binnen naar buiten gegaan. We konden de binnenexpositie dit jaar niet doen. Maar als het gaat om een van de mooie dingen die we aan corona overhouden, denk ik dat dit er wel één is. Want eigenlijk buiten, waar mensen zijn, verhalen over mensen, onder de mensen, op straat laten zien, dat is veel krachtiger. En je ziet het gewoon om ons heen. Hoeveel mensen al naar die borden staan te kijken. En hoe belangrijk is het dat het hier in Groningen te zien is? Nou, ontzettend belangrijk. We hebben dit ook mogelijk willen maken, omdat wij vinden dat verhalen verteld moeten worden. Op het moment dat je weet en nieuwsgierig bent naar de ander, dan heb je meer empathie en ook meer begrip. En ik hoop daarmee dat bekend maakt ook bemind. Het feit dat wij vandaag deze tentoonstelling hier openen, zou in een aantal landen in de wereld zijn om mij voor het leven lang achter de tralies te zetten. Omdat ik hier een pleidooi hou voor acceptatie. Er is niemand die hier weggaat zonder te denken, daar had ik dus nog nooit over nagedacht. Er zijn zoveel foto's die zelfs mij, die mij aan het denken hebben gezet. Van god, ja, ik wist wel dat het bestond, maar dat het zo zit, dat wil ik graag bereiken. En wat hoopt u dan als mensen hier langslopen en het bekijken, wat er dan gebeurt? Ja, ik hoop dat ze in eerste instantie geraakt worden door soms de eenzaamheid, door de kwetsbaarheid. Maar ook geraakt worden door de kracht die erin zit. En ook het gevecht zien die mensen soms elke dag hier in Nederland moeten meemaken. Maar ook zeker elders in het wereld is het schrijnender dan dat we hier hebben. Als er nog een koptelefoontje bij zit, dan kun je ook een audiofragment horen. Mm-hmm. En het audiofragment bij deze fotoserie van Odette Warkstein uit Israël. Ja. Dit, wat hij wilde agenderen was eenzaamheid onder roze ouderen. Ja. Mariet Bos uit Groningen heeft een heel mooi verhaal verteld, omdat zij hiermee bezig is. Ja. Als zij een zorginstelling ingaan, verpleeg- of verzorgingstehuis, heel veel van deze mensen die gaan weer terug de kast in. Zij vertelt het verhaal. Wat mijzelf aangreep, een oudere man die een foto op zijn nachtkastje heeft en tegen de verpleging zei dat het zijn broer was, terwijl het zijn overleden partner was. Te bang om aan de kant gezet te worden, om minder goede zorg te krijgen, om door de andere bewoners weer weggezet te worden en niet geaccepteerd. Ja, wat ik zelf wel heel interessant vond, was deze ook. Ja. Met mensen waarvan je dan aanneemt dat ze wel of niet een stil zijn. Ja, dit is een serie die gaat over vooroordelen. Ja. Dus kijk, dit zijn gewoon broertjes, dat zie je zo. Dat zijn broertjes en dit is hun stijl. Maar ja, dat weet je niet. Of zij zijn broer en zus en zij zijn de stijl. Ja. Ja, weet je, het kan van alles zijn, maar ja. Wat doet het ertoe? Wij zijn mensen ook, hè? We kijken graag naar de ander en we zien ook veel aan de ander. Dat maakt ons natuurlijk ook mens. Dat is ook ja, mooi. Je kijkt naar anderen, je ziet anderen. Maar je vindt vaak ook iets van anderen. En dat is wat ik vind of wat ik denk van iemand te moeten vinden. Ja. Waar is dat nou op gebaseerd? Zouden wij dan misschien in de toekomst allemaal een soort van genderneutraal worden? Nee. Nee, absoluut niet. Ik zou dat ook niet willen. Nee, want anders zou ik ook geen homo kunnen zijn, weet je dan. Op wie moet je dan vallen? Nee. Nou, op een mens. Nou ja, er zijn mensen die op mensen vallen. Ik val ook op een mens, maar op een mannelijk mens.
Hé, wat jammer nou weer voor mij. Dat is jammer, hè? Ja. Ja, nee, goed. Ik kan erover nadenken. Nee, maar weet je, het probleem is dat mensen die zich niet man of vrouw voelen, of op iets anders vallen dan de reguliere norm wat iedereen in zijn hoofd heeft, mm-hmm. die mensen worden enorm belemmerd in het zijn wie ze willen zijn. Niet op dat vlak, maar ook emotioneel, op hun werk. Je bent gewoon, je zit lekkerder in je vel als je geaccepteerd wordt wie je bent.